Het kasteel Nederhorst in Nederhorst den Berg zou men wel kasteel Bommelstein kunnen noemen. Nu er op basis van Marten Toonders levenswerk een film wordt gemaakt over wellicht de bekendste Nederlander van de laatste 40 jaar, Olly B. Bommel. Deze hoofdfiguur uit de stripverhalen van Toonder heeft in de loop der jaren wat andere contouren gekregen. Net als zijn jonge vriend Tom Poes. Maar wezenlijk veranderd zijn ze niet. Filmproducent Rob Hauer en Marten Toonder besloten samen een bij beiden al lang bestaande wens te realiseren. En daaruit ontstond de eerste avondvullende Nederlandse tekenfilm. Een film rondom Olly B. Bommel, die zich net als in de geschreven verhalen bedient van een deftig Nederlands. En zoiets vergt het uiterste van een heer, als u begrijpt wat ik bedoel. Fred Benavente leent zijn stem aan Bommel, die zoals bekend ook wel heer Olivier wordt genoemd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Elke letter en lettergreep van de tekst wordt precies uitgeteld, met het oog op de aantallen filmbeelden die noodzakelijk zullen zijn. Chef-animator is Björn Frank Jensen, die met potlood eerst een groot aantal schetsen maakt om te kunnen vaststellen of de mond- en lichaamsbewegingen van de figuren soepel verlopen. Zo wordt al enigszins zichtbaar hoe het er straks in de werkelijkheid zal uitzien. Als u begrijpt wat ik bedoel. Andere tekenaars zetten op doorzichtige cels de lijnen neer voor de definitieve tekeningen die straks tot leven moeten komen. Zo worden er met de hand maar liefst 125.000 tekeningen gemaakt. Voor elk deel van een tekening is er een duidelijk aangegeven kleur die gedurende het hele werk constant moet blijven. Alle tekeningen moeten ook met de hand worden ingekleurd. Bij de productie van de film, die 3 jaar heeft gevergd, zijn zo'n 70 tekenaars betrokken geweest. Daaronder de man die men bij het toneel decorontwerper zou noemen. Ben van Voren, die meer dan 700 achtergronden tekende. Daarbij was uiteraard het kasteel Bommelstein, dat Wammes Waggel hier juist passeert. Nadat alle tekeningen zijn goedgekeurd, worden ze cel voor cel en vaak in verschillende lagen over elkaar heen beeld voor beeld opgenomen. Ruim 125.000 opnamen voor een film van 1,5 uur, die uiteindelijk op de montagetafel zijn vorm krijgt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als u begrijpt wat ik bedoel is ook de titel van de film, waarvoor in de laatste productiefase de muziek wordt opgenomen. Tot slot een sprekend fragment uit de film. De heer de Kanteclair van Barneveld, markies. De heer Zielknijper, doctorandus. Een dame. Hallo, ik ben van de krant. Is Bommel ergens? Ze zeggen dat hij een ei heeft uitgebroed. Wat hij in werkelijkheid heeft uitgebroed, zal straks in februari te zien zijn in de grote Bommelfilm. Als u begrijpt wat ik bedoel.